Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, ik denk ook heel goed aan de wedstrijd beginnen. Heel veel overwicht hebben. Ja, we krijgen een strafschop. Ja, die missen we dan helaas. Maar goed, ik denk op dat moment dat we het beter van het spel hebben. Alleen in een bepaalde fase daarna komen zij toch met een paar gevaarlijke uitvallen. En uiteindelijk dekken we dan net niet goed genoeg, staan we net niet goed genoeg en dan valt dan de 1-0 binnen. Ja, dat moet gewoon beter. Alleen alles voelt op een gegeven moment dat je gewoon grip hebt nog steeds op de wedstrijd. Ja, en dan volgt later die rode kaart. Hoe kijk jij daarna? Nou, ik heb op het moment nog niet teruggezien. Alleen ja, rood, 10 man, dan wordt het gewoon lastig. Nou ja, gewoon even later krijg je dan een strafschop tegen. En kom je met 2-0 achter en dan wordt het ontzettend moeilijk. We hebben nog wel wat geprobeerd zeg maar, in de laatste fase, maar 2-0 wordt al heel lastig. Maar ja, goed, ik zeg niet dat we kansen hebben gehad, maar ja, een paar lange ballen nog eventjes. Ja, vanzelf wel, valt hij wel goed. Alleen ja, dat wel goed, dat had ik veel eerder moeten gebeuren. Zeg maar. In de eerste helft al. Ja, nou, in de beginfase, in de eerste helft, kwamen jullie erg goed uit de startblokken. Met het, er was wat sneller voetbal met de punt naar voren op het middenveld. Waarom heb je daar toch besloten? Nou, niet, dat hangt ook een beetje af hoe zij op veld staan. Alleen we hebben het goed gedaan. Alleen het is niet voldoende zeg maar, om die wedstrijd naar je toe te trekken. Dus in het aanvallend opzicht zal het nog beter moeten. Maar hetzelfde geldt ook natuurlijk in het verdedigende. Je moet en mag geen steken laten vallen. Ja. En die steken worden opvallend vaak laten vallen als de bal in de 16 van de tegenstander is. Tot de 16 gaat het voetbal goed en in de 16 schiet het soms wat tekort. Waar ligt dat aan? Nou, dat is ook een stukje afstemming met elkaar. Dat moet je hebben en dat moet je vinden. Nou, en dat moet gewoon beter. Ja, dat is een beetje een patroon wat je sinds de eerste wedstrijden in de voorbereiding al ziet. Wat heb je daaraan gedaan in de tussentijd om dat op te lossen? Ja, de ruimtes zijn daar natuurlijk heel erg klein. De tegenstander zal natuurlijk in het verdedigen dat doen. En dat is elke keer met elkaar bezig zijn. En ik denk dat je dat bij elke club ziet. In de 16 is het allermoeilijkste wat er is. Als je nou kijkt naar deze opstelling met de andere samenstelling van het middenveld. Welke geniet jouw voorkeur met Warmerdam of deze hoe je nu begint? Nou, ik denk dat vandaag de wedstrijd goed was, alleen het is niet voldoende om die winst te krijgen.